In de eerste rampweek in februari 1953 komen de bestuurders van de ondergelopen polders in de grootste problemen. Het zijn voornamelijk boeren die het in deze polders voor het zeggen hebben. Hun enige belang is het zoute water zo snel mogelijk hun polder uit. Dan kan er tenminste dit jaar nog geoogst worden. Zo kan het gebeuren dat men lukraak en zonder kennis van zaken aan het dichten van dijken begint. In veel gevallen wordt er dan ook alleen maar aan de eigen polder gedacht en ontbreekt er vaak de nodige samenwerking. Voor de regering is het dan al snel duidelijk dat het dijkherstel niet geregeld moet worden door de afzonderlijke polderbesturen. Al snel treedt de noodwet dijkherstel in werking. De Rijkswaterstaat krijgt de leiding bij het herstellen van alle dijken. In Zeeland richt de Rijkswaterstaat een speciale dienst Dijkherstel Zeeland op. De regering besluit om het werk in het IJsselmeer, waar ze oostelijk Flevoland aan het inpolderen zijn, stil te leggen. De dienst der Zuiderzeewerken komt naar Zeeland met de opdracht Schouwen en Duiveland droog te maken. Vele ingenieurs en aannemers, verenigd in de MUS, de Maatschappij Uitvoering Zuiderzeewerken, vestigen zich tijdelijk op verschillende plaatsen. Ieder weekend is het een komen en gaan van de honderden arbeiders, zoals hier bij Zijpen. Met de boot gaan ze naar het vasteland om het weekend bij het gezin door te brengen. Ze wonen bijna allemaal buiten Zeeland. Tijdens het werken aan de dijken bivakkeren ze in barakkenkampen die op verschillende plaatsen op Schouwen en Duiveland zijn ingericht. Vanuit hun tijdelijke woonverblijf worden ze dagelijks naar de verschillende werkplekken vervoerd. Dat gaat veelal over water, want van dit eiland staat 90% blank. Het herstellen van de dijkgaten zal geen eenvoudig karwei worden. Op de plekken waar de dijken zijn doorgebroken, zoals hier bij de Schelphoek, zijn er door de dagelijkse eb en vloed diepe stroomgeulen ontstaan. Hier is een stroomgeul van meer dan 35 meter diep ontstaan. Het zal onmogelijk blijken om de oorspronkelijke dijk op deze plek te gaan dichten. Eind februari pakken ze de gaten in de dijken van het haventje van Burgsluis aan. Ze hebben besloten om de haven te gaan gebruiken als werkhaven voor het dijkherstel van de Schelphoek. Een gedeelte van de nabijgelegen bootsinlaag wordt met zand opgespoten. Een zuiger slurpt het zand van de Oosterscheldebodem en vermengd met water wordt er door buizen naar de gewenste plaatsen gepompt. Het zand zal hier blijven liggen en het water wordt terug naar de Oosterschelde geleid. Op die manier ontstaat er een zandvlakte die ze als werkterrein zullen inrichten. Er worden tijdelijk barakkenkampen gebouwd voor de vele werknemers en ook kantoorruimte voor de ingenieurs. De werkhaven van Burgsluis is klaar. Nu kan er volop materiaal voor het herstel van het gat bij de Schelphoek worden aangevoerd. Op verschillende schepen en kranen zien we de letters MUZ. Die staan voor Maatschappij Uitvoering Zuiderzeewerken. Tot voor kort allemaal ingezet bij de aanleg van de nieuwe polder Oostelijk Flevoland, dat nu volledig stil is komen te liggen. Aan de rand van het werkterrein hebben ze een plek ingericht voor het maken van zinkstukken. De constructie van paaltjes die we hier zien vormen een soort werktafel. Hieraan zijn dagelijks mensen in de weer met het maken van wiepen. Dat zijn lange kabels van in elkaar gevlochten wilgetakken. Op de zaten, een plek die bij eb droog valt, weven ze als het ware deze wiepen tot een grote mat. Deze mannen dragen twee van die wiepen naar de plek waar ze het zinkstuk fabriceren. En dat moet in rap tempo. Ze kunnen beginnen als het bijna eb is en moeten bij vloed klaar zijn. Er worden heel wat van die zinkstukken gebruikt bij de dichtingen. Ze laten ze op de bodem zinken door er stenen op te storten. En op die manier vormen deze matten een egale en stevige ondergrond om er de dijk bovenop te bouwen. Bij vloed, als het gevaar te kan drijven, slepen ze de mat naar iedere gewenste plek.
Rijkswaterstaat heeft besloten om de dijk bij het Schelpgat niet op de oorspronkelijke plaats te gaan herstellen. Landinwaarts beginnen ze hier met de aanleg van een ringvormige afsluitdijk. Ze maken gebruik van eenheidskessons, grote drijvende betonnen bakken. Op verschillende plaatsen in Nederland, zoals de haven van Rotterdam, worden ze aan de lopende band gefabriceerd. Voortgetrokken door sleepboten worden ze hierheen gebracht en bovenop de zinkmatten zetten ze de bakken op de bodem. Dat doen ze door ze vol te laten stromen met water. Augustus 1953. Op deze manier kunnen ze niet de hele ringdijk aanleggen. Ze moeten hier ook twee grote stroomgeulen zien te dichten. De gemene geul en de klompengeul. Hier kunnen we goed zien tegen wat voor een kracht van het water de dijkwerkers moeten vechten. Eenmaal op de juiste plek draaien ze de kleppen open, waardoor het water de caisson instroomt en het geheel zal zinken. Om ze op de juiste plek te houden, gaan er zinkstukken tegenaan en daar storten ze stenen op. Die zomer is het zwoegen geblazen daar bij de Schelphoek. Tussen 11 en 18 augustus weten ze op deze manier het westelijk deel van de ringdijk aan te leggen. Op 18 augustus krijgen ze de gemene geul dicht. De week erna worden in snel tempo de eenheidskessons in het oostelijk deel geplaatst. In dit traject van de dijk zit de klompengeul. Beelden die rond 27 augustus zijn gemaakt. De ringdijk heeft bijna haar definitieve vorm. Nu alleen nog het stroomgat van de klompengeul. Op 27 augustus wordt in dat gat een Phoenix-caisson gevaren, afkomstig uit Engeland. Een caisson dat oorspronkelijk bedoeld was voor de havenaanleg bij de landing in Normandië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bij de ringdijk zien we het Vogeleiland, een werkplek genoemd naar hoofdingenieur Vogel die hier de leiding had. Bij de werkplek stond ook de boerderij van de familie Oude. Die mensen waren na 1 februari geëvacueerd. Toen ze enkele weken later hier bij hun huis terugkwamen, bleek het in beslag genomen te zijn door Rijkswaterstaat. De bovenverdieping gebruiken ze als kantoorruimte en hebben het huis omgedoopt in de Vogelkooi. Patrouillerende agenten op de koffie in de slaapkamer van de familie Oude. Luid scheepsgetoeter als op 27 augustus de klompengeul gedicht wordt. Het gat in de Schelphoek is bedwongen. Zodra de caissons op hun plaatsen zijn afgezonken, worden ze volgestort met klei. Op andere plaatsen hebben ze de bakken met zand volgespoten. Bij de ringdijk spuiten ze zand op. Kranen zullen dit zand nu over de caissons gaan storten. Op de achtergrond het dorp Serooskerke. Het begint een beetje op een dijk te lijken. Een zinkstuk tegen de voet van de dijk, bedoeld als ondergrond voor de glooiing. Op de top van de dijk hebben ze een spoorrails gelegd,
voor het vervoer van het nodige materiaal. Voor de bekleding van een deel van de dijk gebruiken ze asfalt. Van voet tot voet is de breedte van de dijk nu 50 meter. De top heeft een hoogte van 6 meter boven NAP. Voor de productie van het benodigde asfalt hebben ze een complete asfaltfabriek neergezet. Als het werken aan de dijk in deze fase is aangeland, is de polder Schouwen inmiddels droog. Maandenlang heeft deze pompinstallatie bij Burgsluis staan draaien om het water uit de polder Schouwen te krijgen. Rechts de Oosterschelde, op de achtergrond de plompentoren van Koudekerke. Aan de andere kant van Schouwen en Duiveland zat er nog zo'n lastig gat. De doorbraak in de zeedijk even ten zuiden van Ouwerkerk. In de eindfase moeten ze hier 4 Phoenix-caissons gebruiken om het karwei te klaren. Dat hadden ze allemaal al uitgedokterd in het waterloopkundig laboratorium in Delft. Daar hebben ze minutieus de situatie zoals die bij Ouwerkerk nagebouwd. Om alles goed te kunnen plannen, hebben ze zelfs de stroomgeulen nagebootst. Het plaatsen gebeurt bij voorkeur in de buurt van Dootij, als er zo min mogelijk stroming is. De stroming die er wel is, gebruiken ze om de caisson in de gewenste positie te krijgen. Volgens dit model zullen ze het laatste gat hier op deze manier gaan sluiten. Het zou een van de moeilijkste sluitingen van het rampgebied worden. Pas op 31 oktober plaatsen ze hier de eerste caisson. Op 5 november volgt de tweede. Beelden van die 5e november. Sleepboten duwen en trekken aan het tweede caisson, boven in beeld. 6 november 1953. Een historische dag. Het vierde caisson wordt richting gat gesleept. Op deze werkplek vallen de enorme lichtmasten op. Het is najaar en veel werk kan pas bij een bepaald tij worden verricht. Vandaar. Als de caisson richting gat gaat, zien we bovenin beeld het dorp Ouwerkerk. Het ligt recht tegenover het gat. In dit dorp vielen relatief de meeste slachtoffers. Die dag lukt het 's avonds om de caisson te plaatsen. Om 11:45 blijde gezichten van koningin Juliana en de minister-president Drees. Met de vele belangstellenden roepen ze om middernacht hoera als dit gat ten slotte is gedicht. Beelden van de volgende dag. Die laten ons zien wat zich de voorgaande nacht heeft afgespeeld. Zinkstukken en schepen met stortmateriaal bij de caissons, zodat ze nooit meer van hun plaats kunnen komen. Enkele maanden later, onder de lichtmast, ziet u de caisson boven het dijklichaam uitsteken. Hier ziet u ze midden in beeld. 60 jaar later moet u hier zijn als u meer wilt weten van de ramp. De caissons herbergen nu het Watersnoodmuseum. Als ze de dijk verder afbouwen, kan de achterliggende Vierbannenpolder op Duiveland droog gepompt worden. Nu volgt voor de eilandbewoners een indrukwekkende tijd. Terug naar hun grond en aanschouwen wat er nog rest.